TBN Prime Alert van maandag 6 januari 2014. Uw aandacht voor de headlines. Paramaribo Zoo hoopt op betere tijden. De Bouwsteen geeft vierde groep dropouts een tweede kans. Tiener tweede verkeersdode. Dag van de zwarte beschaving was succesvol. Verdachte wordt opgespoord. Meisje van anderhalf jaar niet seksueel misbruikt. En man bedreigt wederhelft met jachtgeweer. Wij komen van Surinames enige dierentuin, de Paramaribo Zoo. En we willen weten hoe het jaar 2013 voor de Zoo is geweest. En wat de plannen zijn voor 2014. En daarover praten we met de heer Rakesh Debisarun. Hij is namelijk curator van de Paramaribo Zoo. Heer Debisarun, hoe is 2013 toch wel voor de Paramaribo Zoo geweest? Nou, het jaar 2013 is voor de Paramaribo Zoo echt niet zo goed geweest. Vergeleken met de afgelopen 4 jaren. Dan heb ik meer over de bezoekersaantallen. Ze zijn wel drastisch gedropt. En ook de diercollectie is een beetje gedropt, niet zoveel, maar meer de bezoekersaantallen. In 2013 liggen we in de buurt van 85.000 bezoekers. En de voorgaande jaren, hoeveel was dat? De voorgaande jaren was het rond de 100.000 bezoekers. Waaraan kan de daling liggen? Nou, wij denken eerder aan het feit dat het heel veel geregend heeft in 2013. Dus als het regent hebben we, kan ik zeggen, nauwelijks bezoekers. Mm-hmm. Of bijna helemaal geen bezoekers. Dus het grootste deel ligt het ook daaraan. En ja, dat is het grootste deel wat wij denken waar het ligt. Mm-hmm. Want de activiteiten die waren normaal en zo. Dus het ligt meer aan het weeromstandigheden, denk ik. En als u handen in eigen boezem steekt om na te gaan waar het nog meer gelegen zou kunnen hebben, wat zou het ook nog kunnen zijn? Zou kunnen gaan weinig activiteiten, okay, om mensen meer aan te trekken. Mm-hmm. Dat is een van de grootste redenen, denk ik, dat het wat aan ons ligt. En waarom hebben jullie toch wel weinig activiteiten gehad voor 2013? Nou, we hebben wel wat activiteiten geprobeerd om te organiseren, maar de opkomst was niet zo goed. En ook als het slecht weer is, heeft het geen zin om activiteiten uit te voeren, want toch komen mensen er niet. Mm-hmm. Dus dat was onze hoofdreden waarom we het niet hebben gedaan. Maar 2014 pakken we het heel anders aan. En wat zal anders dan anders zijn? Nou, heel veel naar buiten komen. We hebben nu een heel aparte afdeling, marketingafdeling, die ervoor zal zorgen dat de activiteiten georganiseerd worden. En ook nog de zoo aantrekkelijker maken voor bezoekers. We denken aan misschien het verharden van de looppaden. Want in regentijd ziet het er niet zo mooi uit. Mm-hmm. Om tenminste looppaden te verharden, waardoor bezoekers droog kunnen lopen. Mm-hmm. En wat meer dieren ook aantrekken, want in 2013 hebben we een paar belangrijke dieren verloren. Een voorbeeld is onze beide Bengaalse tijgerbroers, Boris en Jelsin. Mm-hmm. Die zijn wegens ouderdom en ziekte in 2013 kwamen te ontvallen. Okay. Dus in 2014 denken we of we weer tijgers gaan halen, maar onze voorkeur gaat meer om naar leeuwen. Want het vraag naar leeuwen die groeit steeds. Okay. De bedoeling is dat het oud-Bengaalse tijgerverblijf wordt gerenoveerd, mm-hmm, groter gemaakt. Dat we tenminste 3 leeuwen kunnen huisvesten. Okay. De gesprekken zijn al gaande met Nederland. Die leeuwen zijn al op zoek naar de leeuwen. Ik denk dat het een probleem gaat zijn, want Nederlandse dierentuinen zitten vol, mm-hmm, met leeuwen. Wij moeten ervoor zorgen dat we de financiën binnen hebben om het verblijf ready te maken. U zei dat de collectie, sowieso had u het daar net over de tijgers. Zijn ook andere dieren doodgegaan in tweede belangrijke dieren hier in de zoo, waardoor de collectie minder is geworden? Ja, sowieso minder is geworden sowieso aan de capybaras. Mm-hmm. Die hebben we niet meer. We hadden een mooie koppel, een mooie stel, die jaarlijks broeden. Mm-hmm. Mijn moeder is doodgegaan door een baarmoederontsteking vlak na zijn bevalling. En vader die heeft een verlamming gehad aan zijn achterpoot en we hebben geprobeerd om het
terug te krijgen, maar dat is niet gelukt. Mm-hmm. Dus we hebben op dit moment ook geen capybara's meer. Als ik zeg een verlies aan collectie vergeleken met de vorig jaar, 2012. Eerst in 2013, we hebben ook broed gehad van kaimannen. Okay. En dan die broeden ongeveer 20 kleintjes per keer. 2013 mm-hmm. hebben we geen broed mm-hmm. gehad, dus dat wil zeggen dat je direct een gap hebt krijgt van 20. Maar ik denk dat de Bengaalse tijgers en de capybaras en de anacondas, we hebben niet echt geschikte verblijf meer voor de anaconda. Mm-hmm. Het oud verblijf bleek op den duur technisch niet goed te functioneren. Okay. Waardoor we voorlopig geen verblijf hebben voor anacondas en daarom ook geen anacondas meer. Dat zijn eigenlijk de drie grote en belangrijke dieren die we eigenlijk hebben verloren. En hebben jullie collectieuitbreiding gehad van nieuwe dieren? Nieuwe dieren sowieso. Onze grootste aanwinst in de diercollectie van 2013 was onze tapir. Dat is na 15 jaar weer dat we een tapir in de dierentuin hebben. We hebben echt 2 jaar ervoor gehosseld. En dan op den duur hebben we toch eentje binnen kunnen krijgen. Dat is de grootste aanwinst geweest voor 2013. Ja. En wat is nog steeds het ultieme doel van de Paramaribo Zoo? Wat moet het toch gaan worden? Nou, we werken nog steeds aan het biotopenplan. Mm-hmm. Dat is het uiterste doel wat we willen bereiken met het hele dierentuin in het algemeen. Dus daarom alle nieuwe verblijven, grote investeringen die we doen, zijn worden direct biotopen. Omdat het eigenlijk geen zin heeft om eerst kleine te bouwen. En dan uiteindelijk moet je toch weer afbreken om nieuwe te gaan bouwen. Dus noodopvangen bouwen we wel kleine voor noodopvang. Maar grote investeringen doen we direct aan biotopen. Dat denk ik ook direct aan 2014. Onze eerste biotoop die gaat worden is voor de HP-foliaire. Een deel van de fondsen zijn al binnen. En dat is de ondersteuning van de Nederlandse dierentuinen. Mm-hmm. Dus zoeken is op naar het restant bedrag. En dan wachten op een droog weer. Het ontwerp ligt al, alles is er al. Dus wachten is op het restant bedrag en het droog weer. Ja. Okay. Jullie blijven nog steeds altijd afhankelijk van de, voor wat financiën aangaat van kaartenverkoop en donaties uit Nederland. Ja, kaartenverkoop sowieso, dat is onze eigenlijk de grootste inkomsten. Mm-hmm. Donaties vanuit Nederland, het gelden van de Suriname avonden die liggen bijna op. Voor de Donini verblijf, polyfoliaire. Als het geld daarvoor gebruikt, dan hebben we geen pot meer in Nederland. Dus dat wil zeggen dat we heel afhankelijk zullen zijn van de bezoekersaantallen, de entry en onze eigen donateurs. Maar als ik zo een beetje rond me heen kijk, heer De Bissaroud, zie ik wel dat jullie de plek wel steeds aantrekkelijker hebben gemaakt. Ja, de dierentuin is niet alleen een opvang van dierencollecties, maar ook eigenlijk een attractieplaats. Okay. En waardoor je ook eigenlijk het steeds aantrekkelijk moet maken en aangenaam moet maken voor bezoekers. Dat als ze hier komen, dat ze geen spijt van kan krijgen. Dat is ook een beetje marketing, dat je ook daar meer bezoekers wil aantrekken. Okay. Ik zou wel daarbij willen even aanvullen dat we ook de afgelopen jaar, 2013, wel veel meer buitenlandse bezoekers hebben dan onze eigen. En dat is wel een goede ontwikkeling? Goede ontwikkeling, want het komt meer uit onze buurlanden, Guyana en Frans Guyana natuurlijk. En wat is hun reactie over het algemeen? Nou, Guyana heeft een dierentuin dat niet zo goed functioneert. Dus als ze hier komen, staan ze echt versteld van. Heel goede indruk. We hebben mensen die gewoon jaarlijks komen en steeds met grote groepen komen. En we hebben het afgelopen jaar ook een stijging gezien bij de Fransen. Dus ik denk wel dat het goed aankomt, dat ze hier echt goed aanvoelen. We hebben ook jaarlijks van onze kant, Surinamers, hebben we meer van de feestjes die men hier organiseert. Mm-hmm. Kinderfeestjes ook voor oudere mensen. Ik denk dat mensen zich ook wel goed voelen hier. Okay. Want als we luisteren naar de complimenten die we krijgen, zien we wel dat we op de goede weg zijn. Maar ja, je kan niet echt tevreden zijn, want je moet steeds blijven groeien. Er is heel veel werk te doen. Maar weer kom ik op het punt dat we afhankelijk zijn van het financieel gedeelte. Tot slot, is het bekend wanneer jullie je eerste grote activiteit hebben? Het is niet echt bekend wanneer, maar er zijn een paar activiteiten aanvraag ingediend. Zo is het een kleurkaartenactie. Dat moet geld te binnenhalen voor de HP-foliaire, daar is dan gedeelte geld. En een ander project zal zijn, dat is ook al ingediend, een sms-actie.
waarbij alle drie providers van Suriname, Telesur, Unica en Digicel, hun bijdrage zullen geven om, niet alleen fonds binnen te krijgen, maar ook een beetje educatief bezig te zijn vanwege het actie. Want er gaat niet gewoon een actie zijn waarbij je sms in wat krijgt. Er wordt een vraag gesteld over dieren. En als je goed beantwoordt, dan krijg je ook een prijsje. Dankjewel, heer Debbie Saroen. En mag ik jullie toch wel heel veel succes toewensen voor ook 2014. Oké, graag gedaan. Stichting De Bouwsteen die geeft aan vroege schoolverlaters een tweede kans. En intussen zijn ze gestart met hun vierde groep. En de vierde groep die begint er vandaag. En we staan er met de heer Roger Andies. Hij is directeur van De Bouwsteen. En de heer Herman Hart die ook zijn bijdrage levert bij De Bouwsteen. We beginnen eerst met de heer Roger, de vierde groep, wat zullen deze jongeren leren de komende periode? Allereerst leren ze aan zichzelf te werken door middel van sociale vaardigheid. Ze krijgen speciale sociale vaardigheidstraining van de heer Hart, waarin ze leren op een normale manier met elkaar om te gaan, communiceren, afspraken maken. En daarnaast leren ze ook echt gewoon het bouwvak, dus metselen, timmeren, schuren. Tegelen. En het gaat bij ons dus hand in hand. Dus we leren niet alleen het vak, maar ook die sociale kant. En beide zijn nodig, zeg maar, om van deze jongens goede bouwvakkers te maken. Ja. Hoe heeft de selectie plaats gehad? Ze hebben zich aangemeld via krant. Gewoon, we hebben geadverteerd, daar hebben ze op gereageerd. Herman en ik hebben gesprekken met de jongens gehad en ook nog met de vaktrainer. En aan de hand van die gesprekken hebben wij, zeg maar, een indeling gemaakt en gezegd van, hey, deze jongen nemen we aan. Die nog niet, die komt op de wachtlijst. En op die manier selecteren we. Ja, hoeveel jongeren hadden zich aangemeld? Aangemeld, ik denk een stuk of... Nou, die echt gereageerd hadden, waren er misschien wel 40. Maar er waren een aantal die dan niet aan de leeftijd voldeden. Dus die waren bijvoorbeeld te oud of te jong. Er zijn dit jaar ook heel wat meisjes aangemeld. Maar we leiden alleen jongens op momenteel. Maar van de uiteindelijke groep... heb ik er dus 11 uitgekozen en we hebben maar een paar op de wachtlijst. Ja. En hoe lang zullen ze hier blijven? Het leerwerktraject duurt 6 maanden. Okay. En gedurende na de zes maanden zijn ze dan? Dan hopen wij dat ze in ieder geval allemaal halfwas vakman zijn. Mm-hmm. En wij helpen dan ook met het begeleiden naar een baan. Ja, dat kan ik me nog heugen. Dat... enkele in de gelukkige omstandigheid waren de vorige keer dat zij gelijk een baan aangeboden kregen. Klopt, ja. We hopen dat dat dit jaar ook weer het geval is. Kijk, we kunnen dat niet garanderen. We werken nu met 3 bedrijven samen, toen met 1. En natuurlijk kunnen die bedrijven niet nu al zeggen van, nou ja, over 6 maanden wil ik deze jongens in dienst nemen. Dat hangt natuurlijk af van hoeveel werk die bedrijven hebben en natuurlijk van... Dat is het belangrijkste, hoe goed deze jongens uiteindelijk zijn. Ja. Maar we hopen dat er inderdaad een heel aantal jongens bij zijn die gewoon zo goed zijn dat die bedrijven zeggen van, hey, deze willen we heel graag in dienst nemen. Hij heeft bij ons opleiding gevolgd en nu willen we ook graag vast met hem werken. Ja, maar hebben jullie, dit is jullie vierde groep, hebben jullie positieve ervaring met de jongens die jullie hebben getraind? Ja, gelukkig wel. Veel jongens die hebben gewoon ook echt werk gevonden. Okay. En ze zijn niet allemaal blijven werken, of heel veel niet, zelfs bij de aannemer met wie we toen werkten. Maar we weten van hun, dat we houden contact met ze, dat ze vaak elders baan hebben gevonden. En een heel aantal gaat het gelukkig heel goed af. Maar dat hun leven toch wel een andere richting hebben? Ja, want het is wel zo dat er zitten zeker ook jongens bij die... als ze deze kant niet grijpen, dan is er vaak wel maar 1 weg. En dat is vaak de verkeerde weg van criminaliteit. En voor zover wij weten is dat nog met geen van deze jongens gebeurd. Dus de meesten hebben echt een hele positieve verandering doorgemaakt. Ja. Heer Hart, als u even kunt uitleggen wat u precies uw bijdrage is in het geheel. Ja, en ik doe met de basis van de sociale vaardigheden. Omdat het grootste probleem is van deze jongens of de meeste mensen hebben talent. Maar door hun vaardigheden ontbreekt het. Het komt het niet ten uiting. Dus de basis wat we nu leggen is van kijk wat ze allemaal kunnen. We leggen de nadruk op van je vaardigheden, je gedrag, motivatie, talent. En van daaruit lukt het wel. Dus u had net de vraag gesteld wat de basis is. Kijk, geef een blik, is niet iedereen geschikt voor de bouw. Maar ze krijgen een basis, een dosis vaardigheden mee. Dat ze dan de rest van hun leven gewoon
iets kunnen bereiken. Dus dat is uiteindelijk ons ultieme doel. Van geef deze jongens mee in een rugzak met de basisvoorwaarden die ze nodig hebben in het leven. En dan helpen we ze ook een handje op weg. Ja. Sowieso de eerste paar dagen neem ik aan dat het een gelijk beginnen is. Of is het introductie nog? Vandaag hebben we een introductiedag. Ja. Dat is ook echt gewoon een introductieprogramma en kennismaking. Maar het is wel zo dat gelijk vanmiddag gaan ze gelijk aan de slag. Of bij het bouwbedrijf of hier gewoon vaktraining al volgen. Mm-hmm. Wij geloven heel sterk in leren door doen. Dat kan je het beste door gewoon als het ware gelijk die jongens in de diepe te gooien. En aan de slag te gaan. Ja. Ik hoorde u een oproep doen, heer Hart, naar de ouders die aanwezig waren. Hoe belangrijk is hun ondersteuning naar deze jongeren toe? Heel belangrijk. Heel belangrijk. Want geef een blik wat er misgegaan is op school. Is dat ouders kinderen afleveren op school. En aan het eind van het schooljaar, je ziet ze weer wanneer ze moeten inschrijven en wanneer ze zijn afgeschreven. Ik zeg van luister, jij bent de opvoeder, jij bent de basis. Wat die jongens thuis leren, dat gaan ze ook op straat presenteren. Dus geefelijk is het verzoek aan ouders van, dat hebben we ook in dit programma geïntroduceerd. Ouders moeten continu participeren. Zij moeten de jongens meegeven, want die jongens hebben het nooit ergens geleerd. En wij hebben ook één advies van ons, is van als jullie als ouders het laten liggen, wie zijn wij? En je ziet die jongen, eenmaal 24 uur is die jongen thuis bij jou of de rest van de dag is die jongen thuis. Begin hem daar die opvoeding te geven. Ontbreekt het dat aan jou? Je kan ons ook altijd bellen. We kunnen ook helpen te kijken van, want wij zien die jongen in een aantal uren. En wij willen die ouders ook motiveren en begeleiden van hoe ga je met deze jongens om. Het is jouw eigen kind, want vaak hoor je van ik ben klaar met deze jongen, ik ben klaar met dit meisje. Maar ja, als jullie klaar zijn als ouders, wie moet het dan doen? Dus vandaar die oproep naar die ouders toe. Dat is ook een stukje geestelijke voeding. Ja, klopt ja. Ja wij, een aantal van ons die blijven zijn christen en wij vinden het ook belangrijk, of tenminste voor mijzelf is dat belangrijk, mijn drijfveer. Iedereen is welkom hier overigens, dus als zodanig zijn we geen christelijke stichting. Maar ik vind het wel heel belangrijk om bepaalde principes ook van dit geval vanuit de Bijbel ook door te geven. En ik heb ook vaak gemerkt dat jongens daar ook veel steun aan hebben. Mm-hmm. En, maar eigenlijk het belangrijkste vanuit mijn geloof dan vind ik om mee te geven voor de jongens dat iedereen belangrijk is. Dus voor God maakt het niet uit of je de universiteit hebt gedaan of dat je school verlaten bent. Deze jongens hebben net zo goed talent als u en ik. En we vinden het heel belangrijk, ook als je kijkt naar een stukje eigenwaarde en zelfvertrouwen. Heeft heel veel te maken met dat je mag weten wie je bent. En hoe je gemaakt bent, hoe je geschapen bent. En dat is een van de belangrijke boodschappen die we de jongens ook meegeven. Ja. Allemaal leuk te horen. Dankjewel heren. Heel veel succes. Dankjewel. Dankjewel. De 16-jarige bromfietser Mohammed Sharif Salarbax is gisterochtend vroeg overleden nadat hij in botsing was gekomen met een autobestuurder. Deze botsing vond plaats aan de AK Durga Sauweg in het district Nikeri. Voorlopig onderzoek heeft het volgende naar voren gebracht. Salarbax reed op zijn bromfiets over de AK Durga Sauweg komende vanuit de richting van Waaldijk en gaande in de richting van Nieuw-Nikeri. Een auto reed voor hem over dezelfde weg. De auto werd bestuurd door een vrouw. Op een gegeven moment wilde de vrouw rechts afslaan in een weg. Ze bracht haar auto tot stilstand om zodoende het achter haar komend verkeer voorrang te verlenen. De bromfietser Salarbax lette vermoedelijk niet op en reed met kracht aan tegen de achterkant van de auto. Hij raakte daarbij zwaar gewond en overleed op weg naar het ziekenhuis. Op de eerste zondag van elk nieuwjaar wordt de dag van de zwarte beschaving herdacht. Dat hebben we gisteren gehad en helemaal op plantage Vier Kinderen in Paramaribo, in het district Para. Para Zuid moet dat zijn. En de grote organisatie die achter deze dag staat, dat is de Federatie voor Afrikaans Ranamang. En we praten hierover met de secretaris van de federatie, dat is meneer John Altenberg. Meneer Altenberg, alvast een gelukkig nieuwjaar. Ook voor u en voor uw omroepstation. Ja. Wat is in feite het grote doel van deze dag, meneer Altenberg? Wel, zoals de resolutie die door de UNESCO is vastgelegd, de VN-organisatie,
is het de bedoeling dus dat met de herdenking van de Dag van de Zwarte Beschaving meer aandacht wordt gegeven aan deze groepen. Zoals de resolutie het zegt, heeft de Zwarte Beschaving een belangrijke bijdrage geleverd aan de, en levert nog steeds een belangrijke bijdrage aan de wereldbeschaving. Maar u weet, de zwarte volkeren, met name de Afrikaanse, de mensen van Afrikaanse komaf, hebben heel veel onderdrukking moeten ondergaan. U weet hoe de situatie zich heeft verspreid wereldwijd. Maar ook andere volkeren hebben geleden onder de onderdrukking van de witte mensen. En de Dag van de Zwarte Beschaving is door de UNESCO inderdaad in het leven geroepen om de wereld te laten zien dat de zwarte beschavingen ook nog steeds een belangrijke bijdrage leveren aan de wereldbeschaving. Ja. En middels welke activiteiten gisteren hebben jullie gemeend om uiting daaraan te geven? Nou, zoals ik het al een aantal jaren meemaak, is het namelijk de nadruk op beschaving. En beschaving heeft een heleboel aspecten. Je hebt religie, je hebt cultuur, je hebt dans, je hebt culinair, je hebt handicraft, je hebt van alles en nog wat. En in Vier Kinderen hebben we inderdaad een heel mooi cultureel programma afgewerkt. We proberen steeds weer de verschillende aspecten van die zwarte beschaving de revue te laten passeren. Dans, zang, toneel, culinair, noem maar op. Alle aspecten die zo'n beetje onderdeel vormen van de beschaving komen aan het licht. Maar ook al jaren doen wij dus alles zo'n beetje ook in de gedachte van natievorming. Okay. Dus we betrekken ook de verschillende etnische groepen die het volk van Suriname uitmaken bij deze activiteit. De laatste jaren heeft de regisseur, meneer Wilco Baren, twee mooie afleveringen afgedraaid van de Dag van de Zwarte Beschaving, vooral op het cultureel gebied. We hebben de Tassa gehad, we hebben de Inheemse gehad, we hebben de Marons gehad, we hebben de mensen van de plantage zelf gehad, we hebben de stadskriolen of de Surinamers van Surinaamse komaf die in Paramaribo wonen, hun cultuuruitingen, alles. We hebben de Javaanse broeders gehad, dus al met al, het is een heel mooi programma geworden. Ja. Zou u zeggen dat het een succesvolle dag is geweest? Het is een, naar mijn bescheiden mening, een hele succesvolle dag geworden. We hebben heel veel mensen uit Paramaribo gehad, maar ook de plaatselijke bewoners, ook de districtsbewoners zijn aanwezig geweest. En ik moet zeggen, de bijdrage die wij vanuit het commissariaat Para hebben ontvangen, dat zeker niet te onderschatten is aan het succes die we hebben gehad. En de participatie van de lokale bevolking, is dat maximaal geweest? Het is heel moeilijk in te schatten. De plantage waar wij waren, Vier Kinderen, grens aan een aantal plantages, Bersaba, Republiek. Ja. En je hebt natuurlijk de omliggende gebieden. Ik denk dat de plaatselijke gemeenschap inderdaad ook heel erg positief heeft geparticipeerd. Ja. Volgens u, waartoe moet deze dag gaan uitgroeien, uiteindelijk in Suriname? De gedachte van de federatie is dus dat inderdaad de zwarte beschaving internationaal inderdaad moet gaan beseffen dat de zwarte beschaving een wezenlijke bijdrage levert aan zeg maar wat wij noemen de wereldbeschaving. Maar tegelijkertijd is het ook van belang, volgens onze visie, dat wij de eenheid en natuurlijk ook de natievorming verder helpen ontwikkelen. Het is voor ons heel belangrijk om niet
één te worden. Want eenwording betekent dus dat je heel veel van die specifieke eigenschappen van de verschillende etnische groepen overboord zou moeten gooien. Maar dat is niet de essentie. De essentie is dat we inderdaad, zoals dat al jaren is vastgesteld, eenheid in verscheidenheid. Dus alle bevolkingsgroepen mogen hun cultuuruitingen behouden en verder ontwikkelen. Maar we moeten meer met elkaar samenwerken. Dat is de essentie van eigenlijk de federatie, de gedachte om deze dag inderdaad ook zo breed mogelijk te houden. Het is namelijk de beschaving die centraal staat. Het gaat om de dag van de zwarte beschaving. En daar vallen aan alle niet-witte volkeren onder. Helemaal duidelijk. Dank u wel, heer Altenberg. Ja, de 27-jarige Adilson Sousa de Matos wordt door de politie van recherche Geersvleit opgespoord. Deze verdachte van Braziliaanse afkomst heeft op woensdag 31 december 2013 zijn landgenoot Francisco Bispo na een woordenwisseling middels mesteken op een goudveld Kumbu in het district Brokopondo om het leven gebracht. Na zijn daad vluchtte hij het aangrenzend bos in. En ieder die informatie heeft of kan verstrekken over de verblijfplaats van deze verdachte wordt gevraagd dit door te geven op de telefoonnummers 45 11 63 of 45 06 35, de centrale meldkamer of de dichtstbijzijnde politiepost. In de media verscheen de vorige week een bericht dat een 1,5 jaar oud meisje seksueel zou zijn misbruikt op een adres te Münderbuiten. Volgens verklaring van de ouders hadden zij het kindje op 31 december achtergelaten bij hun oma. Later op de dag werd het kindje opgehaald. Bij aankomst thuis stapte de moeder het kindje in bad, die vervolgens van pijn begon te huilen. De moeder keek naar het kindje en schrok van de rode plekken die zij zag rondom haar geslachtsdeel en anus. De ouders begaven zich terstond naar de oma, die aangaf dat er wel een oom, een buurman en een jongen van 5 jaar thuis bij haar was, maar dat deze niet aan het kind zijn geweest. De ouders begaven zich naar de spoedeisende hulp met het kind. Daar de doktoren het vermoeden hadden dat het kindje seksueel misbruikt kon zijn, werd de politie van Münder ingeschakeld. Na een ingesteld onderzoek is gebleken dat het kindje niet seksueel is misbruikt. Dit kindje is vaker te lang met vuile wegwerpluiers gebleven, waardoor de huid rondom haar geslachtsdeel en anus geïrriteerd is geraakt. De 46-jarige Roy S. heeft zijn wederhelft met een geladen jachtgeweer bedreigd. Tijdens een ruzie tussen partijen maakte de verdachte gebruik van zijn jachtgeweer om zijn vrouw te bedreigen. Het jachtgeweer met bijbehorende munitie is door de politie van Coroni in beslag genomen. De verdachte Roy is hangend het onderzoek in verzekering gesteld.